Nou, mijn naam is Jeroen van Rooyen. Ik ben momenteel 21 jaar oud. En ik werk in een cosmetica bedrijf / een parfumerie, waarin ik mensen adviseer voor hun beste beautyproduct. En ik maak ook mensen daarop. Ik weet nog dat ik een jaar of 10 was. Toen hadden we op school natuurlijk altijd die schoolfoto's. En ik weet nog dat ik toen destijds altijd de blush van mijn moeder op wilde. Dus ik denk dat ik er al vanaf jongs af aan echt wel mee bezig was. Met het uiterlijke verzorging, et cetera. En sinds een jaar draag ik pas echt make-up. Als in echt fully make-up. Dus echt zeg maar de oogschaduw looks. En daarmee begon ik eigenlijk pas een jaar geleden. En ja, dat heb ik eigenlijk geleerd van mijn liefdadige collega Eva. Die heeft mij alles uitgelegd over hoe ik nou moet blenden tot aan de juiste eyeshadows. Dus ja, echt sinds een jaar eigenlijk pas durf ik echt de make-up te dragen. Nou, met die blush voelde ik me natuurlijk heel erg krachtig. Alleen heb ik het daarna wel achterwege gelaten. Dus ja, echt op school droeg, op de basisschool droeg ik het niet zozeer per se echt op een normale dag of zo. Pas op de middelbare school, toen ik een jaar of 14 was, toen begon ik pas met andere make-up producten te experimenteren, zoals zelfbruiner. Ook een onwijs leuke en fantastische fase die ik nooit meer opnieuw zal herbeleven, omdat ik het gewoon, het is niet meer mijn ding. Ik weet nog heel goed, ik kwam toen uit de kast en toen voelde ik me daardoor, dat gaf me eigenlijk zo'n powerful dat ik dacht van, oh ja, nu weet ik wie ik ben en wat ik wil. En nou ja, dan had ik een fase dat ik echt die zelfbruiner zo droeg, maar toch voelde ik me juist heel erg krachtig en powerful door gewoon de zelfbruiner, dus eigenlijk al de make-up. Want ik vond het gewoon lekker dat je daar toch wat verzorgder uitziet. En voor mij deed dat destijds best wel veel. En 2 jaar geleden droeg ik nog die zelfbruiner, tot ergernis van mijn vrienden en ook mijn moeder. Omdat het er gewoon niet uitzag. Het was veel te veel, het was oranje. Ik leek wel een wortel hoe ik erbij liep. En 2 jaar geleden nam mijn moeder me mee naar een MAC Cosmetics store. En ze zei tegen de visagiste die toen aan het werk was van, ik wil dat hij nu nieuwe make-up krijgt. Hij moet van die zelfbruiner af. Nou, toen heeft die dame me opgemaakt met een normale foundation, een normale kleur, poeder, alles. En toen heeft mijn moeder ook tegen die vrouw gezegd, ik wil alles meenemen. Toen heeft ze alles voor me betaald. En daar ben ik er nog steeds dankbaar voor. Want anders liep ik waarschijnlijk nog steeds met dat gezicht. Omdat ik het zelf wel mooi vond. Als ik terugdenk, vind ik het verschrikkelijk. Maar ja, ik denk wel dat dat mij wel krachtig heeft gemaakt destijds. En dat het wel voor mij hielp. Nou, the power of make-up is om niet bang te zijn, denk ik. Ik denk als je juist jezelf bent, 100% jezelf ook volledig accepteert, dat je daar ook wel gaat komen en dat je ook automatisch je heel fijn in je vel gaat voelen. Want ja, jij bent degene die het allemaal moet doen, dus zorg dat je eerst zelf goed in je vel zit. En ik denk daarom dat de power of make-up zeker jezelf zijn en jezelf ook krachtig voelen. Wat ik het liefste meebreng aan mini-roons of andere kleine mensen die nog niet helemaal durven te zijn wie ze zijn. Of daar in ieder geval nog niet klaar voor zijn. Zou ik in ieder geval meegeven om ga experimenteren. Probeer dingen uit. Ook al voelt het misschien niet altijd goed. Ik denk dat je juist dan weet of dan. Ik denk dat je dan juist kan weten wat wil ik wel en wat wil ik niet. En zeker ook wat voel ik en wat past niet bij me of iets. Ik denk dat dat iets heel goed is om jezelf volledig te experimenteren, om jezelf te kunnen accepteren. Ik denk dat het daar dat een hele grote tip is.